We moeten met de elementen die we hebben van de natuur, daar moeten we het mee doen. Willen we langjarig verder kunnen met leven op aarde. Dat is waar we het systeem ook op aanpassen op deze boerderij. Het is eigenlijk allemaal niet zo nieuw. Het is ja, wat de boeren uit de jaren 50 ook deden, maar dan in een modern jasje, zo moet je het eigenlijk zien. Dat ik alles voor deze koeien wel zou willen doen en om dan te zien wat ze teruggeven, dat is wel het mooiste, denk ik. Hé, meis? Deze heet Assa. Ga je met naar binnen? Kom maar. Wil ze iets veel meer krammen? Kom maar. Hup. Och, joh. Nou, neem maar met. Ja, goed zo. Circulair boeren houdt eigenlijk in dat je de oppervlakkige grond voldoende voer voort kan brengen om je veestapel te voeden. En dat je veestapel weer voldoende mest produceert om dat voer te verbouwen. Dat dus een boerderij helemaal zonder input functioneert en dat die kringloop volledig gesloten wordt. Voordat ik iets met de koe doe, raak ik haar eerst even op de benen aan. Dan weet ze dat ik aan het uien zit en dan is ze niet gemeen tegen mij. Want als je dat verpest, dan verpest je dat voor het leven. En ja, dan kun je gewoon niet meer zo goed met een koe werken. Dus dan kun je maar beter lief zijn voor de koe, zodat ze lief voor jou is. Dat is het, dat is het idee. Wat je geeft, krijg je terug. Dat is het gewoon. Voeren van koeien en ook van mensen is de kunst om de energie en eiwit in de juiste verhouding in die koe te krijgen. Gras op zichzelf kan eigenlijk geen eiwit produceren. Kan alleen eiwit produceren als je er ook stikstof bij gooit in de vorm van kunstmest of dierlijke mest. Maar je kunt gras ook eiwit laten produceren door bijvoorbeeld gras en klaver samen te zaaien. En die vlinderbloemige planten die kunnen dus door middel van bacteriën bij hun wortels kunnen die stikstof binden uit de lucht. En daardoor wordt het gras dus ook eiwitrijker. En kan de koe daar prima melk van produceren. En dat is dus, het geheel is dus een op zichzelf draaiend systeempje. Waar we met biologische landbouw prima van kunnen profiteren. Door fossielvrij toch voldoende eiwit in het rantsoen te krijgen. Bovendien, koeien vinden het heerlijk en klaver is veel rijker aan mineralen dan puur Engels raaigras. Het congres werd in de Ridderzaal in Den Haag geopend door minister Mansholt, die een nieuw en rijk terrein gaat betreden, dat van de internationale samenwerking in de landbouw. Meneer de voorzitter, waag ik het dan thans deze fabriek voor geopend te verklaren. De naoorlogse landbouw, die vooral door Mansholt gepropageerd is op Europese schaal. En die landbouwproductie is sinds de jaren 50 ongeveer vervijfvoudigd in absolute zin. Echter, als we kijken naar de input van die landbouw, ja, dan valt die productievermeerdering die valt eigenlijk enorm tegen. Die boer uit de jaren 50, als die één eenheid fossiele brandstof inzette, dan kreeg hij ongeveer 1,2 aan voedingsenergie terug. En als je met de huidige moderne landbouw één eenheid fossiele brandstof inzet, dan krijg je nog 0,4 aan voedingsenergie terug. Dus energietechnisch doen we het eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat is niet om met een vinger te wijzen, maar dat is gewoon, dat is zo gelopen en daar moeten we mee aan de slag. Dat kan ook makkelijk terug naar een ander systeem. Maar dan moeten we het wel willen met z'n allen. En we proberen hier in beeld te brengen dat het mogelijk is en dat we daar ook
een goed economisch functionerende boerderij bij kunnen hebben. Ja, we zijn momenteel met de provincie in gesprek over het project Boeren voor Natuur. En Boeren voor Natuur wil dus zeggen dat je die kringloop in optima forma uitvoert. Uiteraard ook geen chemie meer gebruikt. Dat doen we, als je biologisch boert, doe je dat sowieso al niet. Geen kunstmest gebruikt, natuurlijk. En dat er dan voor die boer een vergoeding per hectare tegenover staat, zolang de voedselprijzen op het huidige niveau zijn. Dat geeft ons mogelijkheden om zeg maar een landbouwconcept voor de volgende generaties goed uit te proberen en om te bekijken wat er allemaal mogelijk is en vooral ook wat er niet mogelijk is. Ja, ze worden eigenlijk nooit ziek. Er komt geen dieren of antibioticum aan te pas. Je hebt dus natuurzuiver vlees wat een prettig leven heeft gehad. En als we op die manier zuivel produceren, dan hebben wij daar vrede mee. Ja, als je dat niet wilt, dan moeten we stoppen met zuivel en vlees produceren. Maar dit is denk ik een prima manier om natuur en landbouw te combineren.